Meneer Jansma, ik weet heus wel dat u er bent hoor. Doet u maar niet net of u me niet hoort. Ik geef u een laatste waarschuwing. Als u voor vanavond de huur niet betaald hebt, dan laat ik u er door mijn zoon uitzetten. Desnoods met geweld. U moet niet denken dat u een half jaar voor niets in een appartement kan wonen, ook al bent u kunstenaar. Appartement? Dat godvergeten fornuis doet het niet eens. Het gas heb ik al laten afsluiten, dat zal u leren. Kijk eens wat ik gevonden heb bij het vader, het kapstok. Nog zonder weg te gooien. Kapstok? Om jassen op te hangen. Het is toch niet waar. Maar als we gasten hebben. We hebben nooit gasten. Zit jij het vlees eens in de ijskast? Natuurlijk hebben we wel eens gasten. Frank komt er wel eens langs. Ja, die houdt altijd zijn jas aan. Trek die nou voor dan maar eens uit. Oeh, het is die koud. De kachel is uit. Laat me toch zo weer weg. Blijf jij maar lekker in de kou zitten. Waar ben je vannacht geweest? Ik moet opschieten. Manke Leo zit verderop in het café en die is altijd wel goed voor 100 gulden. Hang maar weer de hoer uit. Wie zorgt er hier nou dat we nog te vreten hebben? Als jij niks verdient, moet ik het wel doen. Dat is mijn rode blouse. Je zit erop. Hé, zet nou even die boodschappen weg. Wacht, ik doe het zelf. Godverdomme, wat is er met het fornuis gebeurd? Wat heb je gedaan? Het hele fornuis ligt uit elkaar. Ik maak er een eind van. Een eind? Ik zie het niet meer zitten. Bleek zelfmoord. Moest je daarvoor het hele fornuis slopen? Het gas was afgesloten. Waar is mijn tas? Oh, daar. Ja, dat zei de hospita. Dat ze het gas had laten afsluiten en de zoon komt je er straks uitzetten, heeft ze gezegd, als je niks betaalt. Jezus, alweer een gat! Ellende. Nou ja. Die pillen werken ook al niet. Is het ook niet gelukt? Werkt nog niks. Misschien heb je niet genoeg genomen. Maar ik vind wel wat. Dit keer lukt het me. Nou schat, ik moet opschieten. Anders is die man kapot weg. Succes met jezelf, mooi. Maar maak er geen troep van, hè?
Godverdomme. Breek mijn hak af. Maak me bijna een doodsmak. Die stijle kleren trappen ook. Zal je altijd zien als je haast hebt. Nou weet ik het. Heb jij die rode gezien met die gespjes? In een auto of een onbewaakte spoorwegovergang. Dat heeft stijl. Alles is hier altijd weg. Ik heb ze pas nog gezien. De laatste ogenblikken. Die stijgende spanning. En die rails die begint te suizen. Bellen rinkelen. En dan die laatste beklemmende seconde. Ja, ik zie je wel. Een huilende toeter. Gierende remmen. En een oorverdovende klap. Hé, hey, kijk je uit. Eén massa verwrongen staal. Vonken die uit het blik spatten. Grandioos vuurwerk. Dat moet een geweldig einde zijn. Maar je hebt geen auto. Nee, dat is waar. Ik moet absoluut een auto hebben. Nou, schat, ik zie je straks, hè? Hallo? Eindelijk heb ik je aan de lijn. Het werd tijd. Nou kan ik je eindelijk eens zeggen waar het op staat. De laatste tijd is het echt helemaal mis met je. Niet dat je ooit 100% bent geweest, maar je denkt nu, geloof ik, dat je je alles kan permitteren. Maar dat onbeschofte gedrag van je. En die irritante maniertjes. Als je denkt dat we alles pikken, dan heb je het mis. We moeten hier niet meer. Je bent een lul. En dat vind ik niet alleen, maar ook je beste vrienden. Of liever degene bij wie je jezelf hebt opgedrongen. Met je kapsones. En je slechte adem. We walgen van je. Ik word er kotsmisselijk van. Het wordt tijd dat iemand je dat eens ronduit in je smoel zegt. Als ik nu naast je zou staan, zou ik niet voor mezelf instaan. Je bent een slappeling. Een totale mislukking. Een onvolwassen klootzak. Het wordt tijd dat je dat zelf ook eens inziet. Dat ben ik wel met u eens. Ik zie het ook niet meer zitten. Ik heb geen auto. Het is hem juist. Hallo? Ja, ik ben er nog. Met wie spreek ik eigenlijk? Met Joris Jansma. Oh. Dan ben ik verkeerd verbonden. Godverdomme! Die zwarte truck van verderop was me weer voor. En het wijf wordt in deze buurt. Een beetje mijn kant op. Niet de eerste keer dat ze dat flikt. Weer 100 piek mijn neus voorbij. Wat moet ik ook met zo'n figuur? Geen kerel die erop valt. Nee, ze kijken wel uit. Grote tieten en een lekker lijf. Dat brengt geld op. En wat krijg ik? Dronken kerels die de laatste bus gemist hebben. Godverdomme. Nou, het houdt me mooi. Het houdt me mooi de keel uit. Voor mij kan die hele straat worden opgedoekt. Er deugt toch niks meer van. Van dit leven. Het is allemaal kloten. Doet het pijn? Wat? Nou, zelfmoord. Nee, als je het goed doet, niet. Dan merk je er niks van. Je bent wel mooi van al je problemen af, hè? Mm. Frank heeft een auto. Come here, honey. Here. Try this. It's just sugar. Taste this. Go ahead, taste it. Is it good? Yeah? Look, in a little while, you're gonna feel real good. And I want you to tell all your friends that if they want some, Frank's always around. Okay? See you. Hey man, what's wrong? Are you crazy?
You almost got yourself killed. Zeg, je bent een tikkeltje zenuwachtig, hè? Moet je eens kijken, dat scheelde me weinig. Yeah, that skeleton fell too fell. I gotta practice more. Come on, let's get out of here. Listen, man, I told you, don't come around here while I'm working. Ik wou je wat vragen. What's wrong? You got a problem? Ja. Frank takes care of everybody's problems, man. Go ahead, shoot. Hey, you want some? Nee. You got that girlfriend of yours, Maria, is it? Nee. Ik wou vragen of ik je auto kon lenen. What? You want to borrow my car? Huh? No, man. Nobody borrows my car. My car is my home. Can't you take a train or something? The train? We hebben een auto nodig. I need my car for my work, man, and I've been sleeping in it the last few weeks. Kom nou, Frank, ik heb jou zo vaak geholpen. We moeten dringend ergens naartoe. Well, man, maybe just this one time. After all, if you want to take a little trip, I can't refuse, can I? Come on. Here she is, man. Look, I'm always very careful with my car, man. Nothing's going to happen to it, is it? Wat zou er mee moeten gebeuren? Nee, er gebeurt niks meer. Yeah, I definitely have to have it back tonight. Uh-huh. I got some very important business to transact. It involves a lot of money. Vanavond heb je hem wel terug. Ik heb hem alleen maar vanmiddag even nodig. See that? Wat? That scratch. Made by some idiot in a Volkswagen last week. I scratched him back. I know you be careful, man. I know I can trust you. Reuze bedankt, Frank. It's okay, man. I'll see you later on tonight. Send that girlfriend of yours around. You know, one good turn deserves another. Zo. Wou je het hier doen? Hadden we toch afgesproken? Ik bedoel, wou je deze overweg nemen? Arm niet. Lijkt me wel een mooie plek. Rustig. Trouwens, het gaat niet zozeer om de overweg als wel om de trein. Zou het nog lang duren voordat hij komt? Nee, denk het niet. Raar idee eigenlijk. Wat? Nou, dat we er over een kwartiertje niet meer zijn. Een opluchting. En blij als het zover is. Anders ik wel. Mag wat mij betreft zo snel mogelijk afgelopen zijn. Het zijn belangrijke ogenblikken. Laten we ze niet verspillen. We verspillen ze al met wachten. Denk nog eens terug aan de leuke dingen in je leven. Fijne momenten. Welke fijne momenten? Wist je, vlak voordat je sterft, dan zie je hele leven in een flits voorbij trekken. Je hele leven? Ja, zeggen ze. Ik begrijp alleen niet hoe ze dat hebben vastgesteld. Nou, daar heb ik helemaal geen behoefte aan, om mijn hele leven nog eens te zien. Zo prettig was het nou allemaal ook weer niet. Hé, heb je hemd gescheurd? Er zal nog wel een scheurtje bij komen. Hè? Heb ik mijn sigaretten vergeten? Laatste sigaret.
Wat is het hier koud? Nou, waar blijft die trein? Misschien moeten we wel even bellen, hè? Zeggen dat we al een uur op die trein zitten te wachten. Dat dit zijn klanten gaat kosten. Ja, spot er maar mee. Die machinist zal zich ook het lazeren schrikken. De arme man. Wist je dat ze daar speciale tehuizen voor hebben? Voor machinisten die mensen doodrijden. Ja, schijnt nogal eens te gebeuren. Kunnen ze daar een beetje bij komen van de schrik? Wat ze allemaal niet bedenken. Wat zit je nou te draaien? Je bent zeker zenuwachtig, hè? Het zijn die pillen, denk ik. Wat voor pillen heb je genomen? Slaappillen natuurlijk. Dat kan niet. Gisteren heb ik de laatste opgemaakt. Loop voor alle zekerheid morgen even langs de dokter. Hoe is het eigenlijk afgelopen met die kerel uit de kroeg? Die uitgever die je gedichten wilde uitgeven? Dat was helemaal geen uitgever. En je bent gisteren nog bij hem geweest? Ik was nog maar nauwelijks binnen of hij vroeg me of ik de Griekse beginselen aanhing. De Griekse beginselen? Het was een flikker. Ach, God, wat een viespeuk. Je kan toch niemand meer vertrouwen? Allemaal faule egoïsten. Loodzakken. Ja. Wat zal Frank straks zeggen als hij zijn auto terugziet? Wauw, man, wat heeft die wagen een trip gemaakt, hé. Volgens mij is dit een fabriekspoortje of zoiets. Het is nou niet bepaald een flink gefrequenteerde lijn. Ik krijg honger. Ik heb de hele dag nog niks gegeten. We hadden lunchpakketten mee moeten nemen. Nou, dat doen we de volgende keer dan maar. Ik geloof dat jij maar even in het gras moet gaan zitten. En dan komt natuurlijk net die trein langs razen. Nee hoor, ik hou het wel even op. Volgende week gaan Connie en Bas scheiden. Verbaas me niks. Ze gaan er een te gek feest van maken. Ja, die dingen moeten we voortaan missen. Ja. En er staan gelukkig een hoop andere dingen tegenover. Zoals? Eindelijk verlost van al die ellende. Mensen die je van alles beloven. Die van je profiteren, maar je laten vallen als het erop aankomt. Nooit meer wachten op checks die nooit komen. Geen sociale zaken en al die troep. Zeurende hospita's. Je hebt het nogal slecht, hè? Wij hebben het nogal slecht. Dit is een collectieve daad, hoor. Onthoud het goed. Kan allemaal best wezen. Maar het is wel een verrek langdurige collectieve daad. Verwacht je bezoek? Nou, ik weet niet wat jij doet, maar ik heb het nou wel gezien. Wou je weg? Blijf niet even zitten wachten. Je bent zeker bang, hè? Voor wat? Er rijden hier net zoveel treinen als bij ons op de overloop. Maar kom doe niet zo vervelend. Blijf jij hier dan maar zitten als je dat zo graag wil. Ik vertrek. In het uur van de dood leer je beste vrienden kennen. Ik zal de groeten doen aan Connie en Bas volgende week. Dag! Terug! Kan ik u helpen? Nee hoor. Hebt u soms pech? Ik wacht op de trein. Thank you.
only kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow. Kom op. Hou je vast, ouwe. Dankjewel. Zo, u hoeft niet meer in bad. Wat zegt u? Dat u niet meer in bad hoeft. Wat? Er is zeker water in gekomen, hè? Ik denk dat mijn apparaat nat is geworden. Erg vriendelijk dat u me naar huis brengt. Erg vriendelijk. Van uw soort. Heb je nou uw kick gehad? De arme oude invalide man gebruiken voor uw grappen? Dan moet u schamen. De zonne met oude mensen. Maak dat u wegkomt voor ik de politie bel. De huur, en nu meteen. Ik heb het net gehaald. Dat werd tijd. Geef maar op dan. Ik zit in mijn andere jas boven. Zeg, geen geintjes, hè? En je hebt het net gehaald, zeg je. Uh-huh. Of niet soms. Ga jij dat dan maar even snel halen. Kom op. Hup. Hup. Kom op. Over 5 minuten beneden. Met het geld. Anders gebeurt er wat. 5 minuten. Hé,
Een verrijzenis. Wat kijk je triest? Was het geen mooie dood? Heb je die kerel hier gebracht? Hé, niet alles alleen opdrinken. Ik dacht dat jij vannacht ergens anders zou slapen. En als je nog eens pillen neemt, neem dan de goeie. Dit kost je alleen maar placetpapier. Hey, kom op, ik heb betaald. Laat hem maar even wachten. We hebben nog een hele nacht voor de... Hé, niet zo ruw, doe dat maar bij je eigen vrouw. Meneer Jasma, het is nu genoeg geweest. Nee, wie is daar nou weer? Zeg maar in elkaar, waar zit u? Waar bent u? Ik moet niet even kloppen. Hij zit vast op. Nou hey, bleek scheef, komt tevoorschijn. Nee hoor, hou je bij gemaakt. Komt u maar tevoorschijn hoor. De langste tijd heeft u hier gehad. Mijn poten, kaartenkaren en dan mijn jurk doek kiezen, jongen. Jesus Christ, man, where is that son of a bitch? Come on, cut that sucker, where is he, man? Hey, Frankie. Wat where is that dirty double crosser, man? I'm gonna kick his fucking brains out. Ja, wie bent u? Come out! Let's do it! Come out! 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 Come out!